Leuk dat je weer luistert naar Puls, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Facebook en Instagram moeten EU-gebruikers waarschijnlijk expliciet toestemming vragen voor persoonlijke ads. De nieuwe prominente Instagram-feature Notes is live en twee andere nieuwe features komen eraan. En adverteren op persoonlijke LinkedIn-profielen lijkt eraan te gaan komen. En Amazon sluit EU-deal en geeft derde producten dezelfde behandeling in de buybox. En we moeten het nog even hebben over de nieuwe update van Google, de Helpful Content Update. Die is namelijk uitgerold met een linkspam-correctie genaamd SpamBrain. En in de US rankt nu iedere site op pagina 1 van Google. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. En ChatGPT, ja, we kunnen er niet omheen, de revolutionaire nieuwe update van het OpenAI tekstalgoritme. Het is beschikbaar met een chat-interface, je kunt het vanaf nu zelf proberen. Maar we beginnen eerst met Facebook en Instagram, want die moeten EU-gebruikers waarschijnlijk expliciet toestemming vragen voor persoonlijke ads. Ja, Daan, en dat is best wel een klap voor Facebook, want dat betekent dat de advertentiemogelijkheden verder beperkt gaan worden. Ja, die verregaande personalisatie die je nu altijd krijgt in de feed, dat krijgt dan, daar moet je dus eerst een expliciete toestemming voor geven, wat ze nu altijd een beetje impliciet hebben gedaan. Mm-hmm. Ze zijn altijd een beetje onderuit gekomen. En het lijkt een beetje, doet me ook denken aan wat Apple natuurlijk heeft gedaan met die app tracking transparency. Dat je nu altijd moet zeggen, wil je deze app laten tracken? Ja of ja. Nee? Zo'n geforceerde toestemming overal moet geven. Precies. Want waar dit vandaan komt, het was nog niet echt officieel bevestigd. Maar jij hebt het artikel gevonden. Toen ik kwam tegen, inderdaad. Of ja. RTL. Toen dacht je, wat was het hele achtergrond van? Want het was via Reuters opgepikt, maar het was een soort interne bron binnen... ik had er nog niet eens eerder van gehoord, maar de European Data Protection Board, die dus ook de GDPR-wetgeving een beetje coördineert van alle landen heen, zeg maar. Die zijn echt al 4,5 jaar bezig dus met gesprekken. Ja. Met toepassing van de GDPR op onder andere Meta, Facebook en dat soort advertentieplatformen. Dus in onder water, ja, dat kan dus in de EU 4,5 jaar dus al bezig met. Vraagt Facebook nou op een goede manier toestemming, ja of nee? En daar zijn ze dus eigenlijk altijd een beetje in een grijs gebied bezig geweest. Want de vraag is altijd, moet je toestemming vragen ja of nee? Is het ook onderdeel van de dienst Facebook die je afneemt, dat persoonlijke adverteren? Ja, wat Facebook altijd heeft gezegd is... Het hoort bij Facebook. Hoort dus bij Facebook. Als je wil advertentiecomponent, dus dan heb je, is het een gerechtvaardigd belang van Facebook, ja, en logisch onderdeel van het product, ja, dat je persoonlijk getrekt wordt voor advertenties. En daardoor, als je dan akkoord gaat met van, mag je Facebook gebruiken? Ja, dan mag het gewoon als een van de bullet points erbij inzitten. Ja. En eigenlijk hebben ze nu dus intern, gaat het dus die board heeft gezegd, nee, dat moet expliciet worden. Rechtvaardig. Moet echt ook als apart bubbeltje. En dat is ook uitgelegd aan alle aandelen, 6,5% omlaag, uiteindelijk na een dag. Maar niet alleen ook Facebook heeft hier natuurlijk last van. Het gaat ook om Snapchat, Insta. Insta inderdaad, natuurlijk allemaal van Meta. Ja. Maar ook Pinterest bijvoorbeeld, want dat zijn allemaal apps die natuurlijk één op één tracking doen. Ja, precies. Je bedoelt, het gaat verder dan alleen maar Meta, Facebook. Precies. Maar het gaat eigenlijk om alle partijen die dat doen. Al die aandelen namen ook een duikje van... Nou, want de EU is natuurlijk een redelijk grote markt voor dat soort organisaties. Ik vraag me alleen af, maar dit is mijn persoonlijke ding er een beetje op. Want het is allemaal nog in de wandelgangen. Het moet nog toe worden gepast. Dus het gaat wel een tijdje duren voordat het echt gehandhaafd wordt of geënforced, zeg maar, volgend jaar. Dit is natuurlijk wel een soort melding die Facebook zelf onder controle heeft. In vergelijking met die Apple-melding, daar zegt Apple gewoon op device-niveau één keer vragen. Ja. Als je dan zegt nee, dan voor altijd is die tracking weggevallen. Facebook kan, net als je bijvoorbeeld, als je YouTube bijvoorbeeld gebruikt, krijg je elke keer YouTube Premium, die aanbieding, zeg maar. Dat kan Facebook natuurlijk wel, kan vaker gaan vragen. Of misschien wel features niet beschikbaar maken als je niet geaccepteert. Ja, precies. Je kunt wat met die interface spelen. Dus het zal misschien wel iets minder impact hebben. Maar toch, dit is over de volle breedte ook van de hele app zelf en zo. Waar ook dat Do Not Track app, dat heeft ook te maken met dat je in de ene app niet geretarget wordt. Hmm. Binnen de Facebook app zelf heeft het niet zoveel effect. Het is vooral voor van die games en dat soort dingen heeft het op die advertentietak invloed gehad. Niet zozeer op waar we met Advice wat mee bezig zijn en dat soort advertentiedingen. Nee. Raakt het niet direct. Het is vooral in-game advertising en in-app aankopen die dan niet getrackt kunnen worden. Of echt van de ene site naar de andere misschien nog. Maar in de app maakt het weinig uit. En dit heeft echt invloed op
het hele platform. Ja. Dus ja. Interessant, maar je zegt dat het kan best wel een tijdje gaan duren. Maar dat het gevolgen gaat hebben bleek wel aan dus de dalende aandelenkoers. Het heeft echt wel, dit is een serieuze wending, zeg ja. maar. Opnieuw ook een tegenslag, denk ik, ja. voor Meta aan het hele adverteren. Het blijft groot natuurlijk, maar het is wel een behoorlijke wending weer in het hele advertising en GDPR. Ja, ja. Ja. Gaat het ook voor LinkedIn gelden dan? Waarschijnlijk. Ook. Op een bepaalde manier wel. Ja. Maar goed, ik denk ook weer dat gecombineerd wat met features, wat jij ook al zegt. Dat denk ik dat wel is vast wel fijn van dat je bepaalde dingen mag dit. Alleen mag als je... Ja. Nou ja, en misschien mag je dan, als bruggetje, met LinkedIn adverteren op persoonlijke LinkedIn-profielen. Want dat is nu eigenlijk het wat je mist. Hè. Je kunt alleen maar vanuit bedrijfsprofielen adverteren, post, promoten. En binnenkort kunnen bedrijven via een bedrijfspagina post op pagina's van hun werknemers betaald promoten. Althans, dat is aangekondigd op een jaarlijks event. En wel interessant, dat betekent dat eigenlijk als je gewoon als ZZP of content creator ook, of creator ook je eigen content kan gaan promoten. Ja, dat zijn veel krachtig. Toen ik het eerste keer las de titel, dacht ik van, oké, dus ik krijg een soort display ad op mijn persoonlijke nee, profiel. Nee, het gaat echt dat jij post iets en normaal ben je alleen maar afhankelijk van het organisch bereik. Ja. En nu kun je dat dus zelf als individu gaan promoten. Ja. Bijvoorbeeld omdat je ZZP'er bent of een content creator. Maar het kan ook anders zijn. Ik plaats wat op mijn tijdlijn, bijvoorbeeld over deze podcast. Ja. En het bedrijf waar ik werk, de werkgever, kan mijn post oppakken en gaan promoten. En dan promote ik het dus, wordt het gepromoot namens mij als persoon. Ja. En niet meer namens het bedrijf. Omdat, mensen bij mensen... Dat is zo mooi, want dat soort posts doen het over het algemeen ook een stuk beter. Van persoonlijk in eigen netwerken. En, en ook veel meer je bereik van je eigen mensen kan inzetten. Ja. Want organisch is het ook niet zo dat je alle volgers van je mensen pakt. En dat kan op deze manier natuurlijk wel. En een beetje, de thought leaders binnen je eigen organisatie kun je op die manier ook extra benutten. En het bedrijf dus een menselijk gezicht geven. Ja. Je kunt met advertising natuurlijk veel sneller werken. Want je kunt ook natuurlijk organisch zorgen dat mensen met je reputatie en netwerk opbouwen. Ja, maar dat is een strategie die duurt echt een jaar voordat je iemand... En heel intensief. En nu kun je gewoon wat sneller... Dus ik denk een hele mooie feature. Het is niet bekend wanneer die uitgerold gaat worden. Maar dat hier nu over gesproken wordt en dat het zo concreet is... betekent wel dat er waarschijnlijk... Waarschijnlijk ergens in de 2023 Pulse, verwacht ik wel. Ergens in misschien maart of... Als de product manager het roept, dan wordt het vaak al. Ja, dan is het er eigenlijk al. Dan wordt het waarschijnlijk al wel ergens misschien wel getest. Ja. Of op zijn minst intern. En dan is er nog wat discussie tussen Amazon en Europa geweest over de buy box. Amazon heeft naar verluid inmiddels overeenstemming bereikt met de Europese Commissie. Omdat Amazon eigenlijk de data van verkopers... min of meer gebruikte voor eigen gewin. Zij probeerden, dat was eigenlijk ook een beetje de angst die we altijd van die marketplaces hebben. Zij probeerden eigenlijk informatie van al hun verkopende partijen te gebruiken om eigen... En dan zeggen van... Wij gaan het zelf leveren en dan gaan wij onze producten een beste plek geven in de Amazon app. Ja, want de buybox is... Dat is echt een specifiek... Ja, een dominantere positie zeg maar in de app zelf of de website zelf. Je hebt de productpagina en dan... Ja. Dat product kunnen we meerdere leveranciers kopen en dat noemen we altijd de buybox, toch? Dat is aan de rechterkant. Ja. Je kunt het product bestellen, weet alleen niet waar vandaan. Nee, maar het is de beste positie eigenlijk. En Amazon heeft dus gezien, als iets goed loopt, dan gaan we het zelf aanbieden. Dan vullen wij het, zeg maar, geven we de meest prominente plek. Ja. En daarmee krijgen wij... Dan gebruik je lekker de data en product feeds van anderen. Dan weet je een beetje, wat is de goede marktprijs? En als je zegt, wij kunnen het ook voor die marge. Ja. Schuiven ze zichzelf lekker bovenaan. En het was lang dus ook wel de discussie bij bol.com. Hè, de angst bij bol.com. En bol.com heeft heel duidelijk gezegd, wij zijn echt voor onze partners. Hè? Ja. Dus wij bestaan dankzij onze partners. En wij gaan het helemaal niet zelf doen. Dat schreeuwen ze ook van de daken. Van we willen juist gaan verplaatsen. 80% van het aanbod willen we van partners. En we willen niet minder ook zelfs echt vraag en aanbod bij elkaar brengen. Maar Amazon zou dus inderdaad zelf meer voordeel pakken. Je eigen voordeel pakken ten opzichte van concurrenten. En daar moeten ze nu een gelijkere behandeling gaan afstemmen. 20 december is die officieel aangekondigd dat het rond is. Ze zou in ieder geval 5 jaar gelden, deze afspraken. Dus daarna opnieuw kijken wat er speelt. Ja, lekker landschap. EU is wel flink bezig trouwens. Ja, die halen wel uit. Actief op digitaal regelgeving, dat is echt een groot contrast met VS ook. Zie je dat die behoorlijk toch wel voorlopen. Dat was toen al een beetje met GDPR, AVG waar we mee kwamen. Ja, exact. Die lijn zetten ze door. Ja.
Dan naar Google, Daan, want we hebben het eerder gehad over die helpful content update die eraan zat te komen. Best wel een grote update sinds lange tijd. Die is inmiddels uitgerold en dan zie je ook dat, dan komen ook de eerste signalen en effecten daarvan. Ja, want op een gegeven moment was Marijn, onze vriend van de show, ook redelijk actief in onze Slack. Er kwamen twee verschillende updates aan, eigenlijk tegelijkertijd. Dus dat is ook lastig om te zien van, wat ligt nou waar aan? Nogmaals, heel moeilijk allemaal interpreteren. Alleen, dat zijn twee best wel grote. De helpful content update hebben we na de zomer over gehad. Die kijkt vooral naar originaliteit van content. En die is daarvoor bedoeld om alle beetje AI geautomatiseerde content, waar we veel over hebben gehad, maar die weinig origineel is of weinig invalshoeken heeft. Heel vaak heb je tekst op de site over hetzelfde onderwerp en al die sites die dat product verkopen schrijven een beetje meer dezelfde teksten. Ja, die aggregeren weer reviews en uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Wat ze willen voorkomen is dat jij de eerste 10 resultaten ongeveer hetzelfde verhaal vertellen. Ja. Wat ze graag willen is dat ze de eerste 3-4 dingen die je aanklikt, dat het ook verschillende points of view zijn, verschillende invalshoeken op een onderwerp. Dus dat juist iets dat je zegt, ik ben voor en ik ben tegen, of dit zijn goede reviews, dit zijn slechte reviews van die film als het ware. Of een andere, deze geeft een comment op de trailer en die andere is meer over dit. Dat moet echt iets toevoegen voor de gebruiker. Ja, dat echt goede originele stukken zijn. En dat je ook iets tegenkomt wat je waarschijnlijk niet eerder hebt gezien op resultaat 2, wat ook niet in resultaat 1 al werd gezien. Mm-hmm. Dus die is nu uitgerold sinds 5 december. En dat duurde dan 2 weken. En dat is over alle talen tegelijkertijd gebeurd. Okay. Dus dat is meer op de originaliteit. Een andere linkspam update, die wat eigenlijk verwacht vraag voor Kerst. En daar ook, het heeft allemaal weer te maken met AI natuurlijk. En Marijn gaf al aan, dat is eigenlijk de eerste keer in 1,5-2 jaar tijd, dat ze echt weer een specifieke update doen. Mm-hmm. Waarin ze zeggen van, we gaan weer iets corrigeren met links en linkbuilding. Okay. Dus waar echt lage kwaliteit links gaan ze dan analyseren met AI in dit geval. Yeah. Dat ze gewoon gaan kijken, wat zijn spamnetwerken, dat soort dingen die ze altijd al deden. Maar wat ze nu hebben gezegd, dat Spambrain, dat is een soort AI-tool die ze dus echt gaan draaien op profielen van sites, op je linkprofiel om te kijken van, maar herkennen ze eigenlijk een soort spamnetwerken met AI. Niet meer zo'n hele harde penalties die je vroeger had, maar wel effect. Precies, ze halen gewoon die linknetwerken, die halen ze uit en met AI willen ze die herkennen, verlagen ze de waarde. Die is vlak voor Kerst uitgerold. Ik zag al van die grappige memes op Twitter, van, SEO specialist die dan denken, met lekker hoge rankings de kerst in. Oh ja. En dan brandt alles jaren, af. Weet je wel. Gewoon van, eruit. Ja, ik denk, lekker naar de kerstbal en hop. Weet je, Google die trekt weer even. Acute stress. Precies. Dat was vorig jaar ook al zo, want we deden het voor Black Friday, ook een grote update of zo. Dat je dan denkt, een express doen of zo. Ik heb Google. Ja, gewoon een beetje SEO mensen plagen. Ja. Ja, dat zal vast wel iets zijn. Ja. Maar van die correctie weten we niet exact wat de effecten zijn. Alleen het is wel duidelijk dat het dus een beetje begin december en eind december. Begin december gaat het meer om echt de content zelf. Ja. Is het een originele invalshoek? Heb je niet copy-paste content? Dus als daar rankings dalen, dan zou je kunnen zeggen, hoe zijn we niet origineel genoeg? Of in die top 10 waar we staan, bepaalde termen, hebben we dan een invalshoek. En die andere, een beetje eind, er zit geen harde scheidslijn in. Die gaat meer over, wat voor links heb je, van welke kwaliteit? Daar hebben ze dus echt gewoon sinds 1,5 jaar helemaal wat nieuws op. Dus, okay. Dus ergens in januari kunnen we in de Puls misschien daar wat over de effecten hebben. Ja, moeten we eigenlijk wel doen. Ja. Dus ik ben benieuwd. Okay. Dan nog iets anders van Google. Althans, in ieder geval wat in de VS, in de United States geldt. Iedere pagina, zeg maar, je zit altijd op pagina 1. Hè? Want je wilt, er was altijd, waar verberg je een lijk, was de grap. Hè? Op pagina 2 van Google. In Amerika kan dat niet meer. Die bestaat straks niet meer. Nee, maar dat is het officiële afscheid. Want het was altijd het mobile. Heb je nu al, hè? Internet scroll, dat je gewoon door kan blijven gaan. En heel kort, Google gaat er nu ook in de US, ook op desktop, de laatste plek waar je echt nog, moest dat denken van vroeger, dat je dan Google onderaan de pagina die woorden, die zijn al die ootjes. En dan pagina 2, 3, 4. In de US nemen ze daar nu echt officieel afscheid van. En wachten tot je dat in andere landen. Maar dat betekent dus, je blijft gewoon net als een mobiel doorscrollen op de Google pagina in je resultaten. Ja, die pagina 1, 2, dus het is wel zo'n lazy loading ding, zeg maar. Dus ga naar beneden, moet je even laden, paf, heb je de volgende lijst resultaten. Maar je hebt dus eigenlijk geen pagina 1, 2 en 3 meer. Maar wel posities die natuurlijk door blijven tellen. Ja, en ads komen er weer tussen te staan. Maar je hebt minder die drop-off van resultaat 10 en dan 11 heeft in één keer een dikke drop-off van CTR. Dat zie je wel echt minder, ook op mobiel al.
Dus dat het effect van inderdaad een lijk verbergen op pagina 2 is er niet meer bij. Okay. Dus, maar dat gaan we ook binnenkort in Nederland uitgerold krijgen waarschijnlijk. Ja, dus vaak 2-3 maanden. Ja. En dus eigenlijk kun je al beschouwen van komt eraan volgend jaar. Leuk. Dan naar nog wel een social media platform Instagram. Ik heb deze update helemaal gemist, maar er is een nieuwe feature live notes. Ja, er zit een heel lijstje aan updates wat er aankomt. Volgens mij hebben we die een keer besproken. Maar, zo'n roadmap waar ze aan werken. Ja, van dit zijn drie grote dingen. En dat is nu de eerste van live. De andere dingen, namelijk was dat ze die Be Real clone gaan lanceren. Ja. Van mij hebben we het daar wel over gehad. En je kunt ook met een groep, als een soort bedrijf, een profiel aanmaken. Dus je kunt een groep creëren, net als je bij Facebook kan doen. En dan kun je de groep ook een eigen profielpagina aan laten maken. Dan kun je zeggen, we gaan met vrienden op wintersport of zo. Dan kun je daar... Weet je wat je met WhatsApp groepen kan doen, maar heb je geen profielpagina, dan heb je veel meer een chat. Maar dit is dan Facebook groups, maar dan in Instagram ook. Dus ja, waarschijnlijk proberen ze dat een beetje te evalueren. Maar dat is allemaal niet live, allemaal een beetje in testfase. Komt er wel aan, hebben ze ook al aangekondigd. En, maar Instagram Notes is gelanceerd. En wat het is, ik vind het zelf ook nog moeilijk om goed te plaatsen en hoe het kan werken. Dus de meesten zijn er wel een beetje mee bezig, maar het is een soort... Een story, je zet een berichtje klaar en die komt in de inbox te staan ook, in de DM's. Yeah. Van iedereen die je volgt. En die jou volgt. Die jou ook terugvolgt. Ja, okay. Je kunt kiezen tussen of je close contacts, als je dat hebt ingesteld. Yeah. Dus bijvoorbeeld bij vrienden en familie. Maar het kan ook zijn van iedereen die jij volgt en weer terugvolgt. Dus als je bedrijven en je hebt er echt een community. Het zijn natuurlijk wel serieus ook bedrijvenpagina's met meer dan een paar duizend volgers. Yeah. Die je over en weer volgt. En dan komt zo'n note in de DM te staan en ook bij de story, een beetje zo'n story weergave, een rondje, met een notitie, zo'n pinnetje erbij. En dan staat het in de DM's bovenaan. Dus eigenlijk, hoe je het kan gebruiken is nieuws of updates. We zouden advice kunnen zeggen van, hey, er is een nieuwe puls klaar. Ja. Wat vind je ervan? Iedereen krijgt een push dan in een DM. Of je zegt, we gaan een nieuwe opname nou doen. Wat zijn DM ons is de meest interessante berichten die jij vandaag hebt gezien. Ja, ja. Ja. En dat is een soort van megafoon naar iedereen die jij volgt en vice versa om het gesprek aan te gaan. En iets minder dus algoritme, maar veel meer gericht op tijd. Ja, echt best. Je hebt het nu en dan laat je het zien. Social connecties. Het is echt gewoon wie je volgt. Dus het is een soort beetje Twitter-achtig misschien. Ja. Het is wel interessant. Ze hebben het nu gelanceerd overal. En je kan gewoon een Instagram-app in de inbox... Helemaal linksbovenin kun je zeggen plus, gewoon starten en dan kun je zeggen leave a note en dan publiceer je het. En dan heb je het al gehad van iemand van een bedrijf? Nee, nog niet. Maar je zit niet veel op Instagram. Ik heb de laatste tijd, ik moet even weer. Ja, ik heb echt serieus weinig. Ik heb de hele tijd Be Real nou en zo. Ja, hoor. Ik ga wel even weer iets actiever Instagram om de features een beetje te krijgen. Ik ga hem ook in de gaten houden. Je moet ook wel de update hebben geïnstalleerd, want sinds 13 december is die uit. Nu het opnemen dus is super lang geleden. De meeste die update die je hebt automatisch. Maar je moet wel de 13 december versie hebben. Anders zie je ze ook nog niet terug van anderen. Okay. Sindsdien zit die feature erin. Okay. Dus, we behandelen hier ook vaak een beetje een soort follow-up stories. Dingen die we eerder aangekondigd hebben. En die dan ergens weer opduiken in concrete situaties. We hebben het gehad over de nep-reviews. Ik dacht ergens halverwege dit jaar. En ik kwam bericht tegen dat de ACM inmiddels de eerste webwinkel, TrendX, daadwerkelijk een boete heeft gegeven. Dat was niet een tik op de vingers, maar gewoon echt gelijk een boete. 100.000 euro. Zo. Omdat het consumenten misleidt. En dat gaat erom, die nep-reviews, die wet- en regelgeving, dat er dus te veel positieve... Eigenlijk plaatsen ze positieve nep-reviews en ze verborgen de negatieve reviews. En daarmee waren ze echt... Die er ook wel echt waren, maar dan gewoon op de website... Ja, niet een gelijkwaardige neergave. Nee, ze hebben echt gepromoot, zeg maar, de positieve... En reviews zijn gewoon belangrijk voor een aankoop. En hiermee heb je dus geen objectief beeld van wat een gebruiker ervan vindt. Ja. En dus is het echt misleiding. Dat betekent dat ze nu een eerste boete hebben uitgedeeld. En dat is wel een signaal naar de markt dat dit wel echt serieus is. Serieus, inderdaad. Ja. Ga niet lopen clearen met reviews, want dan krijg je inderdaad... Dan krijg je echt... Niet alleen blaffen, maar ook... bijten. Ik ben wel benieuwd waar dat dan... Hè. Waarschijnlijk, tenminste zoals de ACM werkt, is vaak op melding. Dus je moet waarschijnlijk ergens melding doen. En als er veel meldingen komen of ze gaan een melding onderzoeken... en het blijkt, pakken ze blijkbaar wel gelijk door. Maar let daarmee op dat je... als je een webwinkel hebt, kijk uit met die reviews manipuleren. Ja. En dan volgens mij tot slot ChatGPT. We moeten het er wel over hebben. voor zover je... Ik kan me haast niet voorstellen dat je het als luisteraar of kijker nog helemaal niet meegekregen hebt. NOS.nl. Ja. Vroeg het laatst zelfs aan mijn ouders. Die zijn natuurlijk ook al een beetje op leeftijd.
Zeiden ze, nee. Oh, wat op tv was geweest. Ja, dat. Oh ja, ik heb ook heel veel mensen die het gewoon nergens gehoord en gezien hebben. Maar ik denk, de professionals in ons vakgebied, die zullen het vast meegekregen. Als we ouders ervan hebben gehoord, dan heeft iedereen het in de online grote, community wel gehoord. Ja. Zeg maar, ja. We moeten het nog uitleggen. Ja, we hebben het vaak over AI, GPT-3 hebben we het over gehad. DALI, de afbeeldingen maken. Vrijwel iedere puls, vorige keer heb je nog veronderstel. Het was mooi aan het opbouwen eigenlijk, alsof je wist dat het eraan zat te komen. Ja, we hebben weer een AI-update, maar deze is wel heel groot inderdaad. Ja. Dus, chatten met AI is het eigenlijk heel simpel gezegd. Ja. En het is revolutionair. Ja, het is GPT-3, waar we het al over hadden. Ja. We hebben toen ook, ook al wat dingen op SEO-gebied en zo mee hebben gedaan. Maar nu is het ook voor mij twee dingen. Eén, het is, je kunt het heel makkelijk, het is heel makkelijk toegankelijk. Weet je, hetzelfde met DALI. Nu kun je gewoon inloggen. Iedereen op de planeet kan een e-mailadres en telefoonnummer voor verificatie sturen. Ja. En random afbeeldingen genereren. Ja, en ook nu kun je ook mee chatten. Waar GPT-3 eerst op invite-basis was. En volgens mij kon je er wel toegang, maar het was niet zo dat iedereen even in kon loggen en het kon proberen. Nu zie je gewoon dat hele internet ontploft en iedereen verbaasd is over hoe het werkt. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben het algoritme geoptimaliseerd. Zelf intern noemen ze het GPT 3,5, zeg maar. Oh ja, ja. Het is 100 keer kleiner, de hele database. Dus waarschijnlijk hebben ze het nu ook zo geschaald dat iedereen het ook kan gebruiken. En het heeft nu echt meer dan ook 10 miljoen gebruikers per dag of zo. Of ja, het is echt, hele, hij gaat soms down even, omdat hij te veel verzoeken. Soms is het nu weer iets beter geworden. Ja, maar ik zag dus werkt hij beter. En voor mij smiddags is ook de VS en zo volume meten. Ja. Maar, en wat ze hebben gedaan, ze hebben menselijke training eraan toegevoegd. Dus ze hebben ook de feedback loop van mensen gebruikt. Met dus die duimpjes kun je ook doen, toch? Ja, of die maar ze hebben hem ook echt gewoon, daarop, dat was GPT-3, was nog niet met mensen getraind. Nee. Die heeft gebruikt alleen die database. Nu hebben ze ook gezegd, dit is een goed antwoord, dit is een slecht antwoord. Dus echt met feedback erbij. Ja. En daardoor is die wat menselijker geworden. En wat je dan mee kan doen, dat is deze aflevering te kort. Gaan we uitgebreide deep dive over hebben. Ook een marketing toepassing, want dat is het leukste. Want je hebt zoveel dingen die je ermee kan doen. Daar is deze puls veel te klein voor. Maar je kunt er in ieder geval in het Nederlands tegen praten. Het geeft heel goed in het Nederlands antwoord. Ja, perfect. Het genereert alle artikelen over allerlei content die je maar wilt. Wat had jij ook weer gedaan? Iets met ik wou wetenschappelijk of je een artikel wil schrijven van 500 woorden voor een wetenschappelijk tijdschrift met bronvermelding, literatuurvermelding. Nou, echt binnen, nog niet eens een minuut heb je gewoon zo'n artikel. En degene die naast jou zat, die was wetenschapper. En in die wereld. Die mond ging wel open, die zat echt te kijken, wat die is moest dit? Die moesten weer van tafel. Die zit weken op zo'n artikel te broeden. En die productiviteit gaat omhoog. Een soort professionele crisis naar huis gegaan. Nou ja, die dacht aan de andere kant, hier kan ik heel veel geld mee gaan verdienen. Want ik kan twee weken voor een artikel uittrekken, terwijl ik hem in een uur kan genereren. Dat is een juiste mindset natuurlijk. Ja. Want, je ziet inderdaad ook content creatie bijvoorbeeld. Ik zag ook iemand gewoon, kom met 50 ideeën over dit onderwerp. Ja. Ga eens even kijken, pak je de beste 20. En je hebt gewoon wat normaal een brainstorm kost van een team, zeg maar. Ook samenvatting van een boek of van een artikel. Ja. Gisteravond heb ik met mijn zus, die heb ik even advies gegeven met een kerstdiner, zeg maar. Met bepaalde, dat je zegt, ik wil deze ingrediënten, dit wil ik niet. Geef me even een boodschappenlijst en gedetailleerde instructies over hoe je het moet bereiden. Ja. En dan vraag je daarna, dan krijg je die hele lijst en dan kun je nog vragen, is dit genoeg voor 5 personen? Weet je wat voor antwoord die gaf? Op zich prima, maar als je een voorgerecht doet, is het zelfs genoeg van 6. Want dan heb je al genoeg, dan wil je maar wel. Kijk, dat is dus, kijk, een artikel kun je nog zeggen, er is heel veel brondata en dat gaat hij heel snel bij elkaar verzamelen en maakt hij wat. Maar hier gaat het echt over interpretatie van het gesprek. En dit is random informatie, want jij vraagt, volgens mij ging het om iemand die geen champignons lust en dit en dat. En precies, dus je geeft allemaal variabelen die gewoon niet ergens te vinden zijn. En dan genereert hij toch zo. En eerst kwam je met allemaal gegrilde dingen. Dus ik van, kan het iets minder met gegrilde dingen? Oh, tuurlijk, je hebt je 5 andere dingen. Ja. En dan, dat is echt, en je kon het boodschaplijstje doorsturen, toch? Ja, gewoon op de mail en het was klaar. Dat ik denk van, alle handen kan wel in. Je hebt natuurlijk het is geen beleving. Nog creativiteit, nee, precies. Maar het accelereert de eerste 20%. Ja. Het is gewoon alsof je tegen een gemiddeld persoon vraagt, maar dan wel iemand met alle kennis van de hele wereld. Maar denk er zo over na dat dit soms in je oortje zit, dat dit een nieuwe serie is. Ja. En waarom zou dan Google nog gebruiken als je op deze manier het antwoord, perfect antwoord krijgt? Alle stugge chatbots die nu op websites bestaan, die kunt, ik kan me goed voorstellen, dat heeft die CEO ook al gezegd, als je dit nog beter kunt configureren met actuelere informatie, want dit ding is nog, hij noemt het stuck in time of vast in de tijd. Mm. Hij heeft alleen alles uit 2021. Dat is een vaste set. Ja. Maar als je dit gaat upgraden naar real-time informatievoorziening en je laat hem meetrainen, dat doen ze nu ook niet. Hij is nu nog vast. Ja. En dan niet helemaal slim. Programmeren we misschien nog wel een beetje op de achtergrond, maar het is niet zo dat hij nu leert, als jij een gesprek hebt gevoerd en je geeft een correctie, dat dan algoritme al verbetert.
Maar als je straks bijvoorbeeld kan zeggen, ik train hem wat en dit is onze hele kennisbank, bijvoorbeeld met alle antwoorden die ooit gegeven zijn door de klantenservice. Ja. Dan kun je bijvoorbeeld ook laten zeggen van, nou, alle antwoorden die ooit door onze klantenservice zijn gegeven op de basis van die producten. In de reactie van klanten erop. In de reactie van klanten erop. Dan krijg je zo extreem veel iets beters dan wat er tot nu toe beschikbaar was in de markt. Dat is echt idioot. Ja. Dus... Dit gaat, genoeg, we gaan echt met veel dingen het jaar uit. Ja, ja, dit zijn open eindjes voor volgend jaar. Hier gaan we uitgebreid in een deep dive over praten. En wil je vast zelf experimenteren? Ja, ga naar onze show notes. Die vind je op advice.nl/podcast. En heb je tips, vragen, reacties en ideeën? Laat het weten via podcast@advice.nl. En wil je nieuwe afleveringen niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. In je favoriete podcast app, dan hoor je dus ook onze volgende deep dive over deze ontwikkelingen. Volg de podcast op Spotify of YouTube. YouTube ook, hè, want we zitten nu in een hele mooie nieuwe studio. Hele nieuwe studio, beeld is optimaal. Ja, als je nu kijkt, was je de eerste. Ja, precies. Dus YouTube wordt ook heel interessant om ons te blijven volgen. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en kijken. En heel graag tot de volgende aflevering.